Dit was het laatste busritje voor de coach. Een juiste beslissing, zo vinden ze op de markt in Arnhem. Ik vind het een knappe beslissing van hem. Hij beslist het zelf. En anders was het waarschijnlijk voor hem besloten. Het spel was niet om aan te zien. De laatste vijf wedstrijden heeft hij verloren. Dus, en het schijnt toch dat hij met de opstelling een beetje ligt te klooien iedere keer. Dus, En eigenlijk zag het daar niet naar uit. 40 minuten spelen was Vitesse de bovenliggende partij in Heerenveen en stond er 2-0 voor. Maar na één zuchtje tegenwind was het ook alweer gedaan. Het spel was niet goed zoals het de laatste weken al vaker niet was onder Slutsky. En na afloop wist hij het dan ook zeker. This is a ruined situation. And especially today, it was big drama. After, I don't know, 40 minutes, I was a hero. But after 90 minutes, I was a zero. Toch leek de trainer dat zonder enige emotie te vertellen. I have all emotion inside me. Yes, it's a Russian man. Never show his emotions. Yes, it's because we have to be strong and we have to keep faith in very difficult situation. Ik mag hem als mens en als trainer absoluut. Dus ja, hij trekt zijn conclusies uit deze wedstrijd. En ja, daar baal je van. En nu is het afwachten wie het plekje overneemt. En dat lijkt misschien toch wel weer de good old Edward Sturing te worden. Hij is een van de weinigen binnen Vitesse met trainerspapieren om het eerste elftal te kunnen leiden.